Hallo lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ga je eerlijk zeggen, ik had niet verwacht dat er nog een week 39 vlog zou komen. Aangezien ik dacht dat ik eerder zou bevallen. Nu is week 39 nog steeds eerder als het deze week komt, maar niet meer echt veel eerder. Laten we wel hopen dat ze deze week komt, dat ik niet over mijn 40 weken heen ga. Maar ja, het kan allemaal, dus we houden overal gewoon rekening mee. Laten we beginnen met deze vlog. Die ongeduldigheid die ik vorige week heb gevoeld, is een beetje afgezwakt. Ik heb er vrede mee. Het is een beetje tot me doorgedrongen dat zij echt komt wanneer zij wil komen. En niet wanneer ik wil dat ze komt. Dus ik ben ook echt wel vredig in mijn hoofd of zo. Maar toen dacht ik, weet je, iedereen zegt, geniet nou nog even van met z'n tweeën. Blablabla. Nou, Nikki heeft dus ook vakantie soort van. Hij hoeft niet meer naar zijn werk. Of ja, hij heeft geen trainingen meer. Dus hij heeft geen vaste dingen meer staan. Sinds afgelopen weekend. Dus hij is nog wel naar zijn werk geweest hoor. Maar allemaal als het eruit ziet bij mij dat het rustig is en zo. Dus ja, we hebben een soort van verlof samen nu. De laatste dagen voordat die kleine komt natuurlijk. En nou ja, ik snap wel wat mensen zeggen van geniet nog even met z'n tweeën. Dus dat gaan we nu ook doen. Vandaag wil ik iets doen. En ja, ik ben best wel beperkt omdat ik met zo'n gigantische buik loop. Je kunt net niet zien op deze camera. Wacht, als ik hem eentje omlaag zet, dan kun je het wel zien. Kijk, zo groot is die. Dus ik wilde naar de foodhall in Rotterdam, maar dat vond ik niet te ver rijden. Snap ik eigenlijk zo wel. Dus nu gaan we naar Utrecht. Naar Hoge Catharijne kun je eten. Kun je even shoppen. Hij wil nieuwe hardloopschoenen. En dan gaan we ook naar de bios. Naar Robert Pattinson, die Batman speelt. Daar wilde ik graag heen. En ik dacht, ja, dat zijn eigenlijk de enige dingen die je een beetje kan doen. Want ik kan niet echt een dag lang shoppen. Maar ik kan wel even een rondje lopen in een shoppingmall. En eten kan ik ook. En de bios kan ik natuurlijk ook, want het is letterlijk gewoon zitten. Dus ja, dat is nu het plan voor vandaag. Dus ik ben me aan het klaarmaken, want we gaan zo al. Want we hebben een middagshow gedaan. Omdat we s'avonds altijd eten bij de ouders van Nikki. En ja, waarom niet? Dus vandaar dat ik nu mezelf al klaar aan het maken ben. Dus laten we beginnen met de dag. Mijn outfitje is klaar. Ik heb dit t-shirt aan van New Balance. Het is eigenlijk een tennis shirt. Maar kijk, die past precies nog. Dus dat is wel lekker, want het is gewoon een lekker wijd shirt. Maar niet meteen zo'n fotje. Het is best nog sportief. Dus dat heb ik met een legging en dan doe ik er schoentjes onder en dan is het helemaal top. Het is vandaag echt super zonnig, kijk maar. Dus ik hoef denk ik geen lange mouwen aan. Ik doe gewoon een jasje aan en dan is het prima. We zijn aangekomen in Utrecht en het is echt zo lekker weer. Echt nog even een lekker even eruit voordat die kleine meid komt. Ik heb er echt zin in. We hebben net geparkeerd en nu gaan we richting de stad. Ik wil jouw klaagzang eventjes vastleggen. Ja, hou op hoor. Ja, Dit is echt, ik ben echt een ezel. Ik ben een ezel. Zeg ze gisteren. Ja, volgens mij is het niet de goeie. Is dit wel de goeie? Want ja, is iets anders aan. Nou, staan klein we net... Klein zaaltje, zei ik ook. Klein nog. Zaaltje, zei je inderdaad. Nou, staan we inderdaad bij de ingang om Bakko te scannen. Wat denk je? Verkeerde bios. Er zijn twee biosen. Oh. En, maar jij zei, ja, Kinopolis. Ja, ik zeg, ja, zo heet die, ja. Maar, ga je het nou nog afschuiven? Ja, gewoon om jou te pesten.
Dus nu moeten we best een eind lopen. We hebben nog een kwartier. We zaten er net in de buurt. Ja, we waren in de buurt inderdaad. Dat is het kutte. En ik ben natuurlijk wel 39 weken zwanger. Dus dit is niet optimaal dit. En de auto staat de andere kant op. Dus dat wordt... ja, niet leuk. Maar goed, we doen er niks aan, hè? Dus je kunt er ook niet veel aan doen verder. Nou ja, zoals je nommerik bent. Ja. Gewoon nommerik accepteren. Ben, dan moet je accepteren, ja. En dan, ja, ik ben helemaal een dommerik wat ik jou laat doen. Eigenlijk ben ik de grootste dommerik. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Nou, we hadden echt super erg geluk. De film, we waren de enige in de zaal. Dus de film was nog niet begonnen, want ze startten hem pas toen wij er waren. We waren een kwartiertje te laat. Maar dat was wel ons geluk. En ik ben echt fan van deze bioscoop nu al. Het is echt zo'n kneuterig klein bioscoopje met kleine zaaltjes en lekkere oude stoelen en zo. Dus uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, gelukkig. Is het dan na de pauze dan nog een lange deel of korte deel? Er zit zelfs een pauze in deze film. Ik hou daarvan, dat is tegenwoordig bijna nooit meer. Echt super chill. Maar goed, we hebben het gehaald en het so far so good, de film. We zijn weer thuis. We hebben net gegeten bij mijn schoonouders. Maar daarvoor had ik nog even gauw een voetreflexmassage gedaan. Want dat had ik gelezen dat het ook goed was aan het eind van je zwangerschap. Om de bevalling op te wekken. En onze auto stond echt vet ver weg. Omdat we zo ver moesten lopen naar de andere bioscoop. Dus het was 40 minuten lopen. Dus ik zeg, dan ga ik wel een massage doen. En Nicky vond het goed, dus die had de auto opgehaald. Ik krijg nieuwe massage. Nee? Nee, ik kan niet masseren. Maar dat was wel chill. Dus als ze nu komt, of vanavond of morgen, dan weet ik waar het aan ligt. Dan kan ik het iedereen aanraden. En anders kan ik het alsnog aanraden, want het was best wel lekker. En ik kreeg net de melding, 10.000 stappen, dus ik ga lang uit op de bank. Oké. Okay. Jullie zien mijn hoofd niet, dat is een beetje jammer. Maar we zitten in de auto, richting de verloskundige. Niks, oh wacht. Het is trouwens, het is 3 maart, donderdag 3 maart. Mooie dag om te komen, kleine meid. Hopelijk hoort ze het. 3-3-2-2 zou het zijn als ze vandaag geboren wordt. Ik ben onderweg naar de verloskundige, want het is weer check. Gewoon iedere week word ik nu gecheckt en vandaag is zo'n check. Ik heb een nieuwe verloskundige, ze is niet nieuw, maar voor mij nieuw. Ik heb haar nog nooit ontmoet, dus ik zei doe mij ook nog maar indelen bij haar een keertje, zodat ik haar ook een keer gezien heb. Want ja, stel dat ze vandaag komt of morgen, dan is zij bij de bevalling. Het is wel fijn dat ik weet wie het is, of ja, dat ik haar al een keer gezien heb, vind ik fijn. Kijk, er is best een grote kans dat er iemand bij mijn bevalling gaat zijn die ik nog nooit gezien heb, hoor. En dat is ook helemaal niet erg verder. Maar, dus ik heb vandaag even checken en ik ben wel benieuwd. Ik ga zeggen van, dat ze van mij echt wel mag komen en dat het ook al echt wel lang rommelt en dat het een beetje vervelend wordt. En ik ben benieuwd wat zij dan gaat zeggen erover. Ik hoop, ergens hoop ik dat ze me gaan strippen, als het kan. Maar ja, 39 weken is denk ik nog te vroeg om te strippen. Niet als er geen indicatie voor is om de baby snel te laten komen. Maar we gaan het zien. We gaan het zien. Ik heb er altijd zin in ieder geval, om naar de verloskundige te gaan. Omdat, ja, het is gewoon even leuk weer het hartje horen dat alles goed gaat met de baby. Dat is altijd leuk. En dat is iedere keer ook nog zo geweest. Dus Nicky ging vandaag niet mee. Ja, ik vind het een beetje overbodig dat iedere check meegaat. Kan natuurlijk, maar nou ja, vroeg voor mij niet. Dit, ja, als die vragen zou hebben of zo, maar meestal vraagt hij dat dan aan mij. En ik vraag het dan weer aan de verloskundige. Dus Nicky is er niet bij. Maar goed, en daarna ga ik even
even versieringen halen. Want papa wordt morgen 65, dus ik ga 65 vlaggetjes halen en zo. Zo, ik ben weer terug van de verloskundige praktijk en ik heb meteen eventjes die slingers erna gehaald. Dus nu heb ik lekker een dagje rust. Ook lekker, stiekem. Wat wilde ik zeggen? Oh ja, hoe was het bij de verloskundige? Alles was goed. Kleine meid zat nu met haar rug ineens aan de andere kant. Kontje omhoog. En ja, ze zat lekker. En de verloskundige zei dat ze nog wel dacht dat ze een weekje bleef zitten. Maar ja, wat weet zij er nou van? Ze komt vandaag of morgen, toch? Nee, ja, we gaan er maar vanuit dat ze nog gewoon wel even blijft zitten. Maar, ja. Die verloskundige dacht dat dus ook nog wel dat ze een weekje zou blijven zitten. Zo jammer. Ik wil dat ze komt. Dus ik ben een beetje, ja. Ik ben blij dat alles goed is, maar wel een bummer dat ik nog zo lang moet wachten op haar. Nou ja. Dat hoort denk ik bij die laatste periode dat je je zo voelt. Dus nou, we gaan maar gewoon weer verder met wachten tot ze komt. Daadwerkelijk te doen. Ja. De versieringen bij mijn broer en Anne hangen. En we hebben ook een feeststoel gemaakt waar die op moet zitten. Ja. 65. Schrik niet, we zitten in het ziekenhuis bij de chirurgie. Maar dat is voor mijn vader. Die heeft hechtingen hier, die mag hij er vandaag uit laten halen. En het is ook zijn verjaardag. Dus ik zei, ik kom ook naar het ziekenhuis en dan ga ik daarna meteen met je mee, lekker taart eten. Dus ik ga vandaag de hele dag bij Flynn en Pelle zijn. En een beetje visite krijgen bij mijn vader dan en gezellig kletsen. Vanavond Chinees eten, dus dat leek me wel een hele leuke dagbesteding. Om die laatste weekjes door te komen. Maar mij mag ook wel komen vandaag. Dus ik dacht, een beetje hormonen hier opsnuiven in het ziekenhuis. Hopelijk werkt het. Kijk eens! Piep, piep, hoera! Gefeliciteerd, opa! Hallo, hallo. Het is zondag, 6 maart. En ik ga jullie even neerzetten. Ik kan jullie niet omhoog houden. Kijk maar even naar mijn buik. Verhaaltijd. Een klein verhaaltje. Volgens mij het laatste wat ik gefilmd heb is dat we mijn vaders verjaardag hebben gevierd. Met uiteindelijk Chinees. Daarna was ik zo moe. Zijn we lekker naar huis gegaan. En hebben we nog even op de bank gelegen. En zijn we vervolgens naar bed gegaan. Gisteren heb ik de hele dag rustig aangedaan, vind ik. Maar ik ben wel bezig kijken bij voetbal bij Nicky. Ik ben nog even op de fiets daarheen gegaan. En s'avonds hadden we Wie is de Mol bij vrienden hier om de hoek gekeken. En nu is het zondag. En ik vind dus dat mijn hoofd... Wat, mijn zakje thee is een beetje. Die moet ik eventjes eruit halen. Ik ben zo moe vandaag. En het kan zijn omdat ik gisteren te veel heb gedaan. En vrijdag. Want ik ben niet rustig op de bank gaan liggen, tv kijken de hele tijd. Maar... Ik heb ook niet echt inspannende dingen gedaan of zo. Dus ik ben een beetje bang dat ik corona heb. Ik heb ook een beetje een verkoudheidje. Lichte verkoudheid. Dus ik heb een testafspraak ingepland vanavond. Dus ik hoop zo dat die negatief is. Want het zou toch wat zijn als ik corona heb nu. Dat zou echt niet leuk zijn.
Maar goed, het kan ook zijn dat mijn bevalling een beetje begint. Ik vind namelijk dat mijn hoofd enorm opgezwollen is. Ik heb dat altijd als bij anderen. Als ze dan van die opgezwollen lipjes krijgen, dan weet ik dat de bevalling eraan zit te komen. Dus als ik dan een beetje realistisch naar mezelf kijk nu, heb ik ook hele opgezwollen lippen, hoofd. Meer dan gisteren, denk ik. Dus wie weet begint het wel. Ik voel nog niks. In ieder geval dat het gaat beginnen. Dus. Ik ben daar straks eventjes gaan testen. Ik heb nog steeds een beetje snotterige neus. Maar verder geen klachten. Dat echte moeien, dat is eraf. Nu ben ik bezig met iets voor Nikki. Die gaan namelijk alle leden bij kracht. Ze trainen meerdere zwangere vrouwen. En als dan de baby geboren is, dan krijgen ze een rompertje. En die rompertjes ga ik nu maken. Ik heb er 10 gesneden nu met mijn Cricut maker. En nou ga ik ze even uitpulken. En dan ga ik ze erop strijken. En dan zijn die af. Dus ik zal zo de tussenposes laten zien en het eindresultaat. Allemaal uitgesneden, uitgeprikt. Nu strijken. Goedemorgen, alweer de laatste dag van week 39. Ik zie dat ik deze nog helemaal niet heb geüpdate. Ik zet er nu gewoon uit verveling ook de dagen bij. Ik ga zo naar de verloskundige. Ik heb nu wekelijks check bij de verloskundige. Dus morgen 40 weken. Dus we gaan het een beetje hebben over inleiden, strippen. Dus ik hoop dat daar iets uitkomt. Daar ga ik nu eigenlijk heen. Ik had ook nog iets van een vriendin van mij gekregen, of nou ja, geleend. Dat is namelijk deze. Een TENS-apparaat. En het schijnt echt heel chill te zijn voor het opvangen van de weeën. Dus daar heb ik me ook even ingelezen. Ik ga hem misschien vanavond maar eens eventjes testen. En hoop ik dat misschien vandaag of morgen wel de bevalling heb beginnen. Morgen is mijn uitgerekende datum, dus het kan. Het kan gewoon. Ze komt gewoon precies op tijd, net als de moeder. In ieder geval, ik ga nu naar de verloskundige. Oké, ik ben net bij de verloskundige geweest. We konden helaas niet strippen, want mijn baarmoedermond was nog niet verweekt. Dat moet eerst gebeuren voor je kan strippen. Het was wel verder dan de vorige keer. Nog zo'n stukje. Moest die verstreken. Maar ik ga ervan uit dat het voor het weekend. Dat zei ze een beetje. Ze hoopte dat het dit weekend dan ging beginnen. Dus ik zet me gewoon mijn mind op deze weekend. Dat misschien het gaat gebeuren. Want volgende week hebben we afgesproken dat we een afspraak gaan maken voor in te leiden. Een intakegesprek voor inleiden in het ziekenhuis. Hopelijk is dat natuurlijk niet nodig. Maar ja, we zitten nu zo dicht op de uitgerekende datum. Dadelijk 41 weken. Ja, dan moet er op een gegeven moment wat gebeuren. Dus we zijn aan ons lot overgelaten bij het ziekenhuis. Hopelijk is het niet nodig. Dus ik kan je wel vertellen dat ik een beetje sad ben. Niet leuk om de vlog mee af te sluiten, denk ik. Maar ja, het is wat het is. Ik kan er ook niet zoveel aan veranderen. Ik had gehoopt dat ik misschien al 1 of 2 centimeter ontsluiting had, zodat ze mij kon strippen. Maar dat zat er niet in. Ik moet zeggen dat strippen ook niet echt... dat inwendig onderzoek überhaupt vond ik niet heel fijn. Maar ja, ik denk dat die hele bevalling niet heel fijn gaat zijn. Dus ja, dat was het eigenlijk. Niet echt positief nieuws. Ja, wel dat gewoon alles goed is. En ze zit gewoon lekker in mijn buik nog. En ze heeft het naar de zin in mijn buik. Dus met de baby, nothing on the hand. Mijn bloeddruk was ook heel goed. Ze vond hem ook nog laag. Dus dat betekent dat mijn conditie gewoon goed is. Dus dat is wel positief. Dat ik wel fit de bevalling in kan. Maar goed, ik ga nu even chillen thuis. Eventjes bijkomen van het inwendig onderzoek. En eventjes de informatie die ik gekregen heb verwerken. En dan
is dit denk ik het einde van de vlog. Ga ik lekker deze vlog editen. Bedankt voor het kijken weer naar 39. Morgen beginnen we met week 40 gewoon met de vlog. Bizar. Thanks voor het kijken en laat een leuke comment achter. Wat sommigen van jullie al doen en dat vind ik echt super leuk. Ik probeer ook op alles te reageren. Dus mocht je nog geen comment achtergelaten hebben, laat zeker iets achter. Abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!